Hallo, ik ben Frank van der Weer en in deze screencast leg ik je uit hoe je een blog begint. Je zit in de cursus, ik zit op nummertje 1 van de cursus ICT-integratie, dus ga naar, moet je nummertje 1 kiezen. En daar vind je de link bloggen. Als je daarop klikt, gaat de website www.blogger.com open. En dat is de website die ik gekozen heb om ons blog te beginnen. Hier kan je zien dat ik eigenlijk al ingelogd ben. Ik ga me even afmelden om je te laten zien hoe je er eigenlijk mee start. Bovenaan rechts zie je dat je kan aanmelden met je Google-account. Wat betekent dit? Dit betekent dat indien je al een Gmail hebt, of je hebt via een ander e-mailadres ooit ingeschreven voor iGoogle, of je hebt ingeschreven voor Google Docs, hoe dat precies kan, zie je in een van de andere filmpjes in de cursus. Dan kan je hier rechtstreeks gaan aanmelden. Heb je die nog niet, dan kan je op de oranje link klikken en dan ga je een Google-account aanmaken. De Google-account die je hier aanmaakt op Blogger zal dus ook werken in je Google Docs, je iGoogle en zo verder. Met andere woorden, dat is een single sign-on. Eén keer een wachtwoord, één keer een e-mailadres en daarmee ben je klaar. Als je op de oranje knop klikt, krijg je dit venster te zien. Zoals je hier kan lezen, maak je een account. Je geeft hier je mailadres in. Twee keer. Je geeft een wachtwoord. Hij gaat mij ook zeggen hoe goed het mijn wachtwoord is. Ter controle opnieuw. Je kiest een weergavenaam. Dat is een naam die je kiest, bijvoorbeeld je voornaam, om waar Google je mee begroet. En je tikt deze lettertjes die in het groen staan hier over in het andere vakje. Je klikt ik ga akkoord met de servicevoorwaarden. In een tweede fase ga je dan de naam van je blog kiezen en een schabloon. Met andere woorden, hoe kies je hoe je blog er gaat uitzien. Ik ga even aanmelden. Vanaf dan, als je dat één keer gedaan hebt, kan je dus via deze weg gaan. Voilà. Mijn wachtwoord. En ik klik aanmelden. Ik kom nu eigenlijk op het dashboard, zo heet dat, van, zoals je hier links kan zien, van mijn blog. Hier kan ik een blog gaan maken opnieuw, maar hier heb ik ook een overzicht van al mijn berichten. Als ik hier bovenaan op dashboard klik, kom ik altijd hier uit, mijn account. Laat mij toe van eventueel andere dingen, zoals iGoogle en zo verder, gaan te bekijken. Ik neem even vorigens, zodat ik terugkom op mijn blog. Ik klik even op berichten bewerken. Dan kom je in dit venster uit, waar je links nieuw bericht kan kiezen, om een nieuw te maken. Ik zit nu in berichten bewerken. Je kan ook hier zo kiezen om reacties te gaan modereren. Wat betekent dat, dat laatste? Indien iemand op mijn blog een reactie plaatst, kan ik die al dan niet gaan verbergen of ervan afgooien. Zelf heb ik dat niet toegestaan. Je kan dus ook zorgen dat je geen reacties toelaat. De knop blog weergeven laat je toe van je blog in de kleuren die je gekozen hebt er straks helemaal terug na te kijken. Zoals je ziet kan daar niet alleen hier onderaan teksten op verschijnen, maar kan je daar ook filmpjes op zetten. Als ik terug ga naar aanpassen, kom ik eigenlijk in hetzelfde venster van er straks, waar ik bij berichten verzenden, een nieuw bericht of berichten kan gaan bewerken, mijn instellingen kan gaan hernemen, bijvoorbeeld de titel van mijn blog en zo verder. De indeling, dat is concreet hoe mijn pagina eruit zag. Als je daar straks goed gekeken hebt, als ik het blog weergaf, dan zie je dat die filmpjes eigenlijk een beetje overschaduwd worden door deze linkerkolom. Dat kan ik dus aanpassen door bij indeling deze blokken te gaan verslepen. Lettertypen, kleuren. Als je echt iets meer van HTML wil, kan je dat hier ook nog gaan doen. Dit is een beetje de achterkant. Het eenvoudigste eerst, we gaan eens even een nieuw bericht tikken. Testbericht ga ik die als naam geven. En dan kan je hier gewoon gaan tikken. Al
Hallo. Welkom op mijn blog. Ik kan kiezen tussen opslaan en publiceren. Opslaan, dat geeft me toe van, laat me toe van dit bericht te gaan bewaren zonder dat de buitenwereld het al ziet. Publiceren betekent dat het er meteen op gaat. Ik kies in dit geval publiceren. Uw bericht is gepubliceerd. Ik ga mijn blog eens weergeven. Als het goed is, staat hier bovenaan inderdaad. Hallo, welkom op mijn blog. Merk op dat nieuwe berichten in een blog steeds bovenaan komen. Ik ga even terug naar aanpassen en naar berichten bewerken. Ik kan die berichten eventueel gaan verwijderen of nog verder gaan bewerken of offline halen bijvoorbeeld. Ik laat je even zien hoe ik zo een filmpje daarop zet. Filmpje van YouTube. In plaats van in de gewone standaard tekstmodus te blijven, klik ik op HTML bewerken. Je krijgt dan een ander venstertje, waarbij je, als je naar YouTube gaat, even kijken, hier zo, en je zoekt daar een video, bijvoorbeeld Dev Evolution. Voilà. Dan kan je van die video de gewone URL linken, maar dan zijn mensen van je blog weg. Je kan ook de insluiten of embedded link nemen. Als je die kiest, en je kiest daar een bepaalde grootte van venster voor, ik kies hier 25.344, je kopieert die en je plakt die in je blog. Je publiceert het. Dan ga je zien dat op je blog vanaf dan het filmpje helemaal uitgesneden van iemand die het bekijkt, niet weggaat van mijn blog. Dat is in een notendop hoe je een blog gebruikt. Heel veel plezier ermee.